Gewapend met een vuilnisbak besluit de man op de alligator af te gaan. Veel mensen staan te kijken en roepen dingen om hem te helpen. De alligator krijgt de klep tegen zijn hoofd en stribbelt flink tegen. Maar uiteindelijk lukt het om hem in de bak te krijgen. The weight of him was heavier than I thought he was. That's the only way. I was telling him, I was like, oh, he's kind of heavy. Then when I got him in, he was real strong. Like, it was, felt like a person was actually, you know, hitting the top of it trying to get out. And I just held it down for a little bit. He calmed down, got to the bottom. And was het lijkt natuurlijk best wel raar, een alligator in je tuin. Maar in de Verenigde Staten gebeurt dat vaker. Eerder dit jaar liep deze joekel bij iemand in de tuin. En daarvoor werden ze al vaker gespot op een golfbaan. This guy out for a stroll. Go away! En deze kwam heel dicht bij een vrouw die hem met haar paddle weet weg te jagen. Oh my god, I had to push him away with my paddle. Niemand raakt gewond en dat is geluk hebben, want de dieren zijn echt gevaarlijk. Deskundigen zeggen dan ook dat een dier zelf vangen niet slim is. De man gebruikt de vuilnisbak uiteindelijk wel handig. In een meertje vlakbij laat hij de alligator weer los. En zo loopt het dus ook hier goed af. Don't ruin the water.